zei de organisatie het vooraf al. Na vandaag zijn de deelnemers er ook van overtuigd. De Indotrail Zeeland, die voor het eerst werd gehouden, mag een blijvertje worden. Gekker nog, ik hoor dat het voor het eerst in Nederland is. Dus erg blij dat het in Zeeland is. En als het er weer is, dan ben ik zeker van de partij. Ja, absoluut. Ik vind het hartstikke leuk. Het is denk ik een mooi evenement. En er is van jong tot oud gestreden. Heren, dames, alles. Dus ik denk heel leuk. Het wordt een breedte sport, hè? Dus past heel goed erin, denk ik. Het middagprogramma van de Indoor Trail werd ingevuld door de volwassenlopers, die verdeeld over verschillende categorieën in actie kwamen. Ze leefden zich uit op het door Johan Anteunissen, hier met pet verzonnen parcours. Maar zwaar, dat was het zeker. Het was geheel gemene grond, waar je voet in wegzakte in plaats van dat je de veer in de werking meekreeg. Dus het was heel zwaar. Het valt een klein beetje tegen, maar ik denk dat ik wel weer op adem kon. Nou, En wat maakt het zo zwaar? Ja, er is een valligheid. Je gaat heuveltje op, heuveltje af, je moet springen. Ja, het komt netjes met je pas niet uit, dus je bent iedere keer uit het ritme. Het tempo van de deelnemers lag het hoogst tijdens het belangrijkste mannennummer. De Mauritaniër Mohamed Berok legde de 10 rondjes van 700 meter het snelst af. Hij liet Tommy Staal en Erwin Harmes achter zich. Eerder op de dag eiste Duwertje Poort de overwinning op bij de vrouwen.